Ook de 11e editie van de Global Money Week, die vandaag is begonnen, moet jongeren financieel bewust helpen maken. Kenneth Wong Asoy, hoofdcommunicatie van de Centrale Bank van Suriname, zegt dat het goed is om kinderen te leren goede financiële beslissingen te nemen en ze financieel weerbaar te maken. De bank onderschrijft het belang van financiële educatie en zal zich daarom blijven inzetten hiervoor. Er is immers uit het laatst gehouden onderzoek gebleken dat de bekendheid met financiële zaken van onze samenleving nog niet voldoende is. Dit kan voor een belemmering zorgen om financiële inclusie te bereiken. Met financiële inclusie wordt er naar gestreefd om zoveel mogelijk burgers in aanmerking te laten komen voor een bankrekening en andere financiële producten en diensten aangeboden door financiële instellingen. Het is belangrijk dat steeds meer mensen in het financiële systeem worden opgenomen, omdat dit ten goede komt van de burger en uiteindelijk zal dit ook bijdragen aan financiële stabiliteit van onze economie. Wong Asoy zegt dat er wordt ingespeeld op de onderzoeksresultaten door meer studies uit te voeren waar ook de jongeren bij worden betrokken. Het is de bedoeling dat er meer projecten worden uitgevoerd om deze doelgroep financieel bewust te maken. De afgelopen 2 jaren hebben wij onze Global Money Week activiteiten op een aangepaste manier moeten uitvoeren. Dit vanwege de COVID-19 pandemie. Dit jaar is het gelukkig weer mogelijk dat wij fysieke activiteiten kunnen ontplooien met onze jongeren. 3 scholen van het voortgezet onderwijs voor junioren VOJ worden bezocht om financiële educatieactiviteiten gericht op sparen, budgetteren en digitale financiële diensten uit te voeren. Deze activiteit zal tevens dienen als start van het project Scholenbezoek VOJ, dat in de komende maanden van dit jaar zal worden uitgevoerd als onderdeel van de Nationale Financiële Educatiestrategie van de Centrale Bank. Naast het scholenbezoek van het VOJ-niveau zal de bank ook andere activiteiten uitvoeren. De Global Money Week is tot en met 26 maart en is een initiatief van de Organization for Economic Cooperation and Development, OECD. Jongeren in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 18 jaar worden wereldwijd meegenomen in activiteiten om te helpen groeien op het stuk van financiële bewustwording.